Ja, doe ik het open. Hey, hallo allemaal. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van Luc en Marco's Garage, de Werkplaats Edition met Roger. En Marco. Yes. En we gaan vanavond weer eens een keertje iets leuks doen, toch? Tenminste, dat hopen we. Want? Voor. Ja. Is het normaal nooit leuk dan? Ja, voor de kijkers bedoel ik dan, hè? Iets leuks. Ja. Jullie zijn altijd getuigen van heel veel spuitwerk. Maar misschien is het ook weer leuk om eens wat sleutelwerk te zien. Want we hebben een hele batterij aan onderdelen en materialen en shizzle, dinges. Bup. Oh crap. Want we hebben een hele hoop onderdeeltjes gespoten en ja, klaar voor montage. De montage. Zoals bumper wraps. Hier zijn ze. En de stuurstang. Het stuurhuis moet nog uit elkaar, want ja, daar is weer wat mee. Dus, ja. Het stuurhuis kunnen we wel in elkaar zetten. Ja, er moet er wel wat op, hè. Ja, moet ik dat de goods dan? De goodies. Oh, let's do it. Ja, we hebben alle onderdelen binnen. Dat hebben jullie gezien waarschijnlijk in de vorige video. Dat we allemaal losse onderdeeltjes nu hebben om te reviseren. We hebben ook het spatbord nog een keer gespoten. Dit is heel mooi geworden. Dit hoort erin te zitten, want dat is een puntlas. De tank is klaar. De deksel van de accubak is klaar. De achterbankje is klaar. De vooruitframe ook daar? Ja, dat is nog een paar keer gedaan. Ik denk dat ik hier nog wel een keer doe. De vooruit nog een keer doen? Oké, nou, de vooruit wordt nog een keer gedaan. We hebben ook twee ammo boxen. Ja, als je goed op... Accuboxen. Ja, officieel zijn het accuboxen. Ja, er zijn accu's in gekomen. Van telefoons geloof ik. Maar ja, ze zien er zo cool uit. Maar dat is niet van scooters? Nee, van telefoons volgens mij. Tenminste, ik heb ze gekregen van iemand die werkt bij een bedrijf waar ze in telefoons. Ah, ik dacht dat het scooter. Nope. Okay. En ja, ze zien er gewoon ramkicks uit. Ja, die wel handig om in de nekkar te gebruiken voor spullen en op te bergen. Ja. En voor de oosten. Wel de kleur dan. Nou, voor de oosten moeten we iets aanpassen. Heb jij nou een hele ketting met .50 ammo? Houd hem ons aanbevolen. Nee, grapje natuurlijk. Maar, nou, het zijn net kisten voor .50 kogels. Dus die worden dan bij de NECAF ja, toegevoegd. Nog iets meer? Hebben we nog wat? Motorkap is ook klaar, hè? Ja. Motorkap is klaar. Kunnen we ook eventueel al aan de kant zetten. Die ligt ook al... Direct al in de weg. Ligt al een half jaar in de weg. Al 27 keer in de handen gehad. Daar ligt het andere spatbord. Ja, we hebben... Andere stoel eigenlijk hebben we... Andere stoel? Ja. We hebben één stoel, hebben we de kussens weer opgezet. Dat hebben we bij die andere nog niet gedaan. Nee, die andere stoel ligt daar boven op de berg met onderdelen, ja. Maar de stoel zelf, niet de kussens, maar de stoel zelf. Ja, die ligt daar. Ik heb zien hem daar liggen. Ah, af? Nee. Zonder kussens. Nee, zonder kussens. Ja, nee, maar dat bedoel ik. We kunnen de kunnen we ook doen. Ja, dat kunnen we doen. Ja. Als jij je daarmee bezighoudt, dan begin ik onderdeeltjes op de kussens. Ik ga die vier dingen erop jassen. Die haken? Mm-hmm. Ja, cool. Ik ga die joker erop zetten. Oh, veel werk. De stuur... Oh, het stuurhuis moet ook er vanaf. Ja. Dus ja, without further ado. En dan wil ik morgen eigenlijk zorgen dat we kunnen... Dat ik verder kan aan die body. Oh ja, hij zegt morgen. We zijn vandaag een keer op een dinsdag aan het sleutelen. Het goed. Voor de verandering. Ja, als we geen training mogen geven, hebben we meer tijd. Ja, dus Hugo, pik, bedankt hè jongen. Ah. Oh ja, let's get cracking. Ja, de yoke. Rien voor plu. Het geld is niet meer van u. Jokie jokie. Hier staat rond een Duits gebakje van Der Feind. Je ziet ook aan de kleur, het is gewoon ja, poepgroen. En de yoke gaat hier op. Auwa. Jezus Christus, smal hier allemaal, hè. Zullen we dat monster nog even... De monster.
Lapjes? Ja, oké. Okay. We'll bring you back in a minute. Terwijl we hier bezig zijn, is onze nieuwste video uitgekomen. En hier is Roger even aan het kijken. Het is best wel grappig om jezelf te zien in een video. Ja, dat snap. Toch? Ja, Roger vindt van niet. Ik vind van wel. Twente, hem dan. Ja. We zijn nu bezig met deze haken op het chassis te schroeven. Die zitten hier. Op het, ja, kun je niet zien natuurlijk. Dom. Maar voordat we dat gaan doen, alles zit dus nu onder de verf. En ook nog wat oude roest en vuil misschien. Dan doen we eerst die bouten even optappen met een Imperial die set. Oftewel, gewoon een Engelse tappen set. En dan gaan ze in ieder geval makkelijker zo meteen in het gat. Deze zijn 7/16, deze bouten. Fijne draad, dus U en F. Tap je allemaal op. Dat is bout 1. Bout 2 in de tap. En dan... Oh. A serious business. There's a rat in my kitchen. What am I gonna do? Open up! Jesus Christus. Het is maar goed dat we ze even optappen. Want we waren nooit meer erin gegaan. Het kan namelijk zijn dat in die gaten in het chassis een hoop verf zit en troep en misschien nog wat zand van het stralen. Gret, eigenlijk. Geen zand, gret van het stralen. En dat haal je dan zo allemaal netjes eruit. We doen voor de zekerheid wat koperpasta erop. Dan kunnen ze niet meer aan elkaar roesten. Krijg je ook nog een keer los. Niet dat het moet, maar stel je zou hem los willen hebben, dan kan dat. Dit zijn de gaten die we moeten optappen. Hij gaat hier dus een tapje in. En waarschijnlijk gaat dit wel erop. Dan krijg je hem niet meer rondgedraaid. Maar toch, mooi. Dan zul je altijd zien, eentje krijg je wel rondgedraaid. En deze weer net niet. Het is good practice om die tap af en toe een keer terug te draaien. Dan kan het vuil wat eruit wat je erop tapt. En als je niet meer rondkomt met je stukje gereedschap, dan kun je altijd nog zeggen van nou, ik haal hem er vanaf. En pak gewoon een monkey wrench. En dan doen we daarmee. Om het makkelijk te houden. A good measure. Wat koperpasta. Uh-oh. Roger heeft een probleem. What's wrong, Shati? Is there a problem? Haakje nummer 2 is ook klaar. Zie je? Dan gaan we nu naar de andere kant.
1 zit erop. En haak 2, tenminste aan de rechterkant, zit er ook op. En dan gaan we nu ook iets anders leuks monteren. En dat zijn de bumperettes. En dude. Somebody has missed some paint. Crapper. Okay. Back to the paint booth. En terwijl ik onderdelen zoek, is Roger begonnen met het strooien van onderdelen op de grond te gooien. En holen. Waar jullie? Nee, die weg. Voor de Lamouchki. Ja, maar het moet niet weg zijn, want zoveel problemen hebben we niet. Nou, in ieder geval, hij is bezig om de stoel weer in elkaar te zetten. Althans, de kussens erop te schroeven. Lukt het een beetje? Ja. Ja? Yes. Mooi. Dat is een van de weinige onderdelen die wij nog origineel hebben gelaten. En dat is de stoelstofbekleding. De stoffen stoelbekleding. Ja. Kunnen we altijd nog een keer vervangen, toch? Ja. Niet zo nijpend op dit moment. Ja, natuurlijk staat dat wel erop, hè? Ja, dat is leuk. Hadden jullie het gezien? Ja, hij deed het lampje aan en ging toen met het scherm. Leg je ook nog wat uit? Ja, ik ga het uitleggen, ja. Hoi, back to the studio. Helaas, bumperettes moeten nog een keer gespoten worden. Dus we gaan beginnen met het stuurhuis. Dat moet er vanaf. Want er moeten wat onderdeeltjes bij. Want uiteraard, het was weer eens niet compleet. Dus we gaan het demonteren en dan kijken we wat we kunnen knutselen. Is los. We gaan het even op de bank leggen. That's what she said. Slowly. Bloom! Shot across the room. That's best of the book, isn't it? Yep. Toch niet dat zuur, jong. Oh, ik kies op de kloten. Moet je zo niet doen. Oh. Woe! Ja, yeah, baby. Ik moet dat erop leggen en tikken. Nou, je tell me. Ja. Wat ja. Oh, reed laat. Rol, dan hier. We hebben hem. Ja, maar goed. Zo. Moet hij dus nu een pakking op of niet? Whether you like it or whether you don't. Bij de vloeibare pakking. Ja, nee. Ja, dat. Of. Huh? Een washer. Een washer. Een koepverwasher. We go look for een koepverwasher. Have we een koepverwasher? We have many. Oh, formidable.
Formidable. Ja, druk op. Whiny, whiny, hè? Oh no, it doesn't fit. Too small. That's what you said. Some Teflon. Some Teflon. That's not a bad idea, actually. We'll do some Teflon. Hey. Yeah, thank you. Raj had an epiphany. Say it again. Teflon. All right. Teflon it is. Het is niet heel volgens spec, maar goed. Heeft spec ook wat. Oh. No, mijn chic box. Mijn chique box is broken. Oh. Oké. Weet je niet meer hoe ze heet, hè? You know. Ik zou de 23ste pakken. 47, 38ste. Hij pakt gewoon de kleinste. Niet waar, joh. Een maatje kleiner. Bedankt aan de firma Hashbum. Oh, looky here, son. Now that is nice. Mag je de keukenkus? Oké. All right, lad. We're all there. Is dat dan? Nou, iets weer nog. Er moet iets weer erin getikt worden. Zo'n tikkie tikkie, hè? Ja, we're there. Ja, perfect. Oké. Ja, het knopje. Het stangetje van de klakson is uit het buisje gevloept. En dan moeten we dus nu erin zien te... Lukt het? Hij heeft hem! Boom, jongen! Ja, baby! Oké, okay, nou, klaar. Tape it fast. Tape it fast. Not kidding. Want ik zie het zo wat rood vloepen. Mm-hmm. Ik laat hem even zo staan, want ik zie wat jij zegt. Ik zie het al gebeuren dat hij weer eruit vloept. We gaan dit even schoonmaken. Of, ik heb eens de nut. De nut? Ja, kijk, ik moet gewoon een vastdraaien. De nut. Wat wil ze vastdraaien? Ja, de wielnut. Oh, ja. Toch? Doe. Huh? What the hell is that? No! Ja hoor! We zijn de hele dag. Kom op, hé! Dus, dat stangetje, dat moet sowieso eruit. Kun je pas monteren. Oh, fantastisch ontwerp, jongen. Nee. Wel. Stangetje kun je pas monteren als de moer erop zit. Wel hè? Ja, want dit moet. Hier moet zo erin. Eerst moet de moer erop, dan het stangetje en dan de rubber erop. Ja, dus oftewel, het kan pas als dat ding... Wie heeft dit verzonnen? Welke gek. Oké, nou. Mr. Willis? Mr. Willis himself, ja. John Willis. John Willis Grease. Grease Lightning. Oké, waar hebben we nog spullen liggen hier van het steuerhuis? Het steuerhuis? Het steueramt. Ik ging eerst even dit schoonmaken hier. Is dat onze bloedbare eigen pakking? Dat is eigen. Auwe, scherp randje. Met een eigen pakking. Op een of andere manier staat de bankschroef een beetje los. Maybe from all that hammering. Hammering, ja. MC Hammer. Hammer time. Ah, zo krijg je een avond om, hè? Het is chrome nickel, hè? Chrome nickel? Ja, dit. Ja, oh ja. Oh, je hebt het al gevonden. Wat lig ik me dan moeten maken? Gek. Had ik al gezegd dat we een bestondje zijn geweest? Ja, dat hebben de mensen al bekeken een paar weken terug. Ja. Nou. Denk in het roet. Ja, thanks a lot for that.
spray break cleaned. Nou. Maar nemen, dokter Utker. Dan zal de dingen wel weer hard zijn. Ja, zoals altijd. Er moet een dubbel op doen. Ja, wat denk je wat ik net eraf haal? Hey! That's some big nipple, huh? Cool! Stick it up your nose, hey? En dokter Snickers. We drive the shrooves in. And then we take them down. You can see clearly now. Stink is gone. What's that smell? Smoke spray. I love the smell of fresh paint in the morning. Ziet er beter uit, hè? Ja. De vorige keer ijver. Een heel klein stukje mee. Zorg hebt. Dan mag je. Oh ja. Sure. Thanks. Nou, we moeten snel zijn, want de accu is weer bijna leeg. Die hing dus net ook leeg, tijdens het sleutelen aan het stuurhuis. Dus we moeten even snel zijn met afronden. Het stuurhuis is. Ja. Gereviseerd. Ja. Ish? Ja, waarom niet? Ja. Is het zo? Op de bronzen bussen na, want ja, die zijn een beetje vermeubeld. Helaas. Maar de oude waren eigenlijk nog wel oké. Oude waren nog oké. De keringen zijn vervangen. De uitgaande en de ingaande kering. De dingen zitten erop. De schakelaar zit erop. Dus het stuurhuis is weer gemonteerd. De vier. Die haken. Die haken, ja. Die dingen zitten erop. Die zitten erop. Ik heb de stoel voorzien van bekleding. Stof, hebben jullie ook gezien, hè? Stof zit de erop. De bank heb ik voorzien van kleding. Ja. We gaan weer bergop met de onderlitters, want hij wordt steeds zwaarder weer. Dat is en dan morgen gaan we lassen, kitten. Als het kan, jaag ik er al. Wat voet mijn loopt, vriend Janke. Oh, verven. Ja. We moeten wat verven. Ja. Nou, in ieder geval, hartelijk dank weer voor het kijken naar deze video. Geef ons een duimpje als je het leuk vond. En vergeet niet te abonneren als je kijkt. Wij zeggen tot de volgende keer. Dag. Doei.